Dames en heren, jullie weten wat voor tijd het is. Het is tijd voor Klaas Schaak. Klaas Schaak, het is storytime. Klaas Schaak, het is storytime. Klaas Schaak. Klaas Schaak, het is storytime. Klaas Schaak, het is storytime. Klaas Schaak. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Klaas Schaak, waarin ik een verhaal vertel of een sprookje op mijn eigen manier. Vandaag gaan we het verhaal vertellen, of het sprookje vertellen, van de wolf en de 7 geitjes. Er was eens een oude goat die 7 jonge geitjes had en ze had ze lief zoals een moeder haar kinderen lief heeft. Op een dag wilde zij het bos ingaan om voedsel te halen. Zij riep ze alles even bij elkaar en zei: lieve Chandra's, ik ga naar het bos, blijf spits voor de wolf. Als hij binnenkomt, dan eet hij jullie met huid en haar op. De viezerik vermom zich vaak. Maar aan zijn rauwe stem en zijn zwarte poten kun je hem meteen herkennen. De geitjes zeiden: lieve mams, we zullen snijpen en scherp zijn. U kunt rustig challas gaan. Toen mekkerde de oude goat en ging met een gerust hart op pad. Het duurde niet lang of er klopte iemand aan de deur. Doe open, lieve Chandra's, ik ben het mams. Ik heb voor jullie allemaal iets meegebracht. Maar de geitjes hoorden aan de rauwe stem dat het de wolf was. Wij doen niet open, riepen zij. Jij bent onze moeder niet. Die heeft een zachte, liefelijke stem. Maar jouw stem is rauw. Jij bent de wolf. Daarop ging de wolf naar de dappermarkt en kocht een groot stuk krijt. Dat at hij op en daardoor werd zijn stem lekker zacht. Toen kwam hij terug en klopte aan de deur en riep: doe open, lieve kinderen, ik ben het mams. Ik heb voor jullie allemaal iets meegebracht. Maar de wolf had zijn zwarte poot op de vensterbank gelegd. Dat zagen de kids en zij riepen: wij doen niet open, onze moeder heeft geen zwarte poot zoals jij. Jij bent de wolf. Toen liep de wolf naar de bakker en zei: ik heb mijn poot gestolen, smeer eens wat deeg op. En toen de bakker zijn poot met deeg had bestreken, liep hij naar de molenaar en zei: hey molenaar, strooi wat wit meel op mijn poot. De molenaar dacht: de wolf wil iemand nakken, man. En hij weigerde. Maar de wolf zei: als je het niet doet, hoe lelie je moeder, ik ga je opeten. Daarop werd de molenaar bang en maakte de poot wit. Nu stapte de viezerik van een wolf voor de 3e keer op de deur af, klopte aan en zei: doe open, Chandra's, jullie mams is hier en heeft voor jullie allemaal iets meegebracht uit het bos. De geitjes riepen: ja, ja, laat ons eerst maar je poot zien, grap, zodat wij zeker weten dat jij ons mams bent. Daarop legde hij zijn poot op de vensterbank en toen zij zagen dat de poot wit was, geloofden zij alles en deden de deur open. Maar wie kwam daar binnen? De wolf! Zij schrokken en wilden zich verstoppen. Het ene geitje sprong onder de tafel, het tweede onder het bed, het derde in de kachel, het vierde in de keuken, het vijfde in de kast en het zesde onder de waskom en het zevende in de kast van de hangklok. Maar de wolf vond ze allemaal en vrat ze allemaal op. Alleen de kleinste Chiba dat in de kast van de klok zat, die vond hij niet. Toen de wolf zijn honger had gestild, maakte hij dat hij wegkwam. Hij ging buiten in de groene wei onder een boom liggen en rookte een dikke assie van boerenjongens en ging tjala sleppe, noki. Niet lang daarna kwam de oude goat weer terug uit het bos. Ah, wat zij daar te zien kreeg. De doeren stond wijdgewijd open, tafels, stoelen en banken waren omver gegooid. De hele osso was ruïne. Zij zocht haar kleine Chandra's, maar ze waren nergens te vinden. Zij riep ze bij hun naam, het ene na het andere, maar niemand antwoordde. Eindelijk toen zij de jongste Chiba riep, met een zacht stemmetje: mams, ik zit in de kast van de klok. Zij haalde hem eruit en vertelde haar dat de wolf was gekomen en de anderen allemaal had opgegeten. Oh. In haar verdriet liep ze naar buiten en het jongste geitje liep mee. Toen ze op... Ah, grap.
In haar verdriet liep ze naar buiten en het jongste geitje liep mee. Toen zij op de weide kwam, lag die vieze bolle wolf daar onder een boom en snurkte Charles. Ze bekeek hem van alle kanten en zag dat er in een opgezette buik iets bewoog en spartelde. O mijn god, dacht zij. Zouden mijn arme kleine Chandras nog in leven zijn? Het geitje moest naar huis lopen en haalde een vlindermes, een ijzerdraad en een haak. Toen vlinderde zij het ondier zijn pens open en nauwelijks had zij een slice gedaan. Of een geitje stak zijn kop aan naar buiten en toen zij verder vlinderde, sprongen zij alle zes naar elkaar uit. En ze waren alle nog in leven, en ze hadden geen schram opgelopen. Zij omhelsden hun lieve moeder en sprongen blij in de lucht alsof het een gekke vissa was. En daar lag dan de wolf onder een boom met zijn buik opengevlinderd. Karma is a bitch. De goat en haar Chandras leefden nog lang en gelukkig. Dit was het weer. Wil jij nog meer zien? Like, deel, share en zet je leukste comments hieronder. En heb jij nog een verhaal dat je zegt van hey Sjaak, deze moet je echt doen? Bro, drop het beneden onder de comments. Ik lees ze allemaal. En dan gaan we dat snel even waarmaken. Dankjewel.